Hallo iedereen, ik ben Dirk, de Angry Dutchman en dit is de Asking Dutchman, waar jullie jullie vragen kunnen stellen waar ik ze beantwoord. Zoals altijd heb ik een paar vragen uitgekozen. Eigenlijk heb ik gewoon elke vraag uitgekozen die ik origineel niet behandeld heb, zodat ik vanaf nu gewoon alleen maar naar mijn nieuwste video's hoef te kijken om de vragen weg te halen. Dus, zonder verder gezeik, laten we beginnen met de eerste vraag. De eerste vraag is van Jorrie Belen en zijn vraag is... mijn top 3 games. Nou, ik had eigenlijk al mijn top 2 games laten zien toen ik aan het twijfelen was over mijn meest favoriete game bij die vraag. Toen ik aan het twijfelen was tussen Pokémon en GTA San Andreas. Dus ja, Pokémon is dan mijn favoriet. Dat is nummer 1. Nummer 2 is dan GTA San Andreas. En nummer 3 is dan een wat recentere game is dan XCOM Enemy Unknown. Als jullie dat niet kennen, XCOM Enemy Unknown is echt een van mijn meest favoriete spellen van de laatste tijd. Ik heb het al meerdere keer uitgespeeld, dus... ja, dat is een leuk spelletje voor mij. Het is een turn-based strategie game. Dus ja, vind ik wel een leuk spel. Dat zijn de top 3. Dat was een volgende vraag. De volgende vraag is weer van Jorrie Belen. En zijn vraag is wat mijn top 3 fans zijn. En dat is echt een hele nare vraag om te stellen eigenlijk. Want dat is van... zet 3 mensen boven andere mensen. En momenteel kan ik dat niet echt doen. Omdat de meeste van jullie zijn gewoon, hoe heet het... geweldige fans, want ik heb even een lijstje gemaakt op mijn mobiel, dat hoef ik niet heet om te kijken, maar ja, je hebt er bijvoorbeeld, nou, jezelf, Jorrie Belen, jij comment al heel lang en vaak op mijn video's. Volgens mij was de eerste comment die je achterliet was op mijn Milan Knol video, daar herinner ik jou van. Dus dat is al een tijdje geleden, dat was een van mijn eerste Nederlandse Angry Vlogs die ik heb gedaan, dus dat is al best wel een tijdje geleden. Dan heb je nog Gewoon Gameplay. Gewoon Gameplay herinner ik me nog, die heeft ook al heel veel comments achtergelaten. En die is al bij mij... zijn eerste comment was volgens mij op mijn Five Nights at Freddy's Let's Play video, als ik het goed herinner. En dan heb je natuurlijk ook de vragende man Rafik Benadou, die gewoon losgaat... op mijn Asking Dutchman video's, wat ik geweldig vind. En laatst zei comment hij ook al mee op mijn andere video's, wat ik ook echt geweldig vind als mensen gewoon commenten op mijn andere video's. Game Hunter Neoloose is volgens mij een van mijn meest recentere fans die veel comment. Volgens mij heb ik hem ooit zien commenten op een comment van mij op een andere video op Rooster Teeth. Misschien is hij zomaar terechtgekomen. Zijn eerste comment was volgens mij ook op mijn allereerste Asking Dutchman video. Dan heb je ook nog een iemand die gewoon wat momenteel wat minder commenten, maar weet je, vroeger veel meer commenten, dat was Colin Slot. Die was echt, toen mijn kanaal van Engels naar Nederlands overschakelde, was hij echt de man die echt veel commenten. Dan heb je ook nog een persoonlijke vriend van mij, Kaans Producties, die zelf geclaimd kijkt veel video's, maar comment niet veel. Nou, dat is jammer aan, hoe heet het, fans van... er zijn waarschijnlijk mensen die gewoon elke video van mij kijken, maar nooit commenten. En dat weet ik helaas niet. Dus dit zijn echt de mensen die jou commenten, zodat ik weet dat ze kijken. Dan heb je ook zo nu en dan comment Gecko Games. Die ik dan zo nu en dan terug zie in de comments. Vind ik ook altijd leuk. Dat zie ik altijd commenten. Dan heb je ook iemand ook weer van vroeger, van Max Kamperman. Hij was ook samen met Colin. Colin Slot was hij ook echt een commenter. Die veel commenten nadat dit mijn kanaal overgeschakeld was van Engels naar Nederlands. En ja, als ik jou heb overgeslagen natuurlijk in deze lijst. Ik kan niet iedereen noemen. Dit zijn echte mensen die ik echt heel vaak terug zie komen. En die een indruk over mij hebben achtergelaten. Maar ja, ik heb net ook een beetje op zitten noemen van wanneer een beetje jouw eerste comments waren. En nu is ook mijn vraag van wat was de eerste video wat je van mij hebt gezien? En wat is de video waardoor je... ging abonneren. Ik ben daar echt benieuwd naar. Post het in de comments beneden. En ja, ik ben echt benieuwd daarnaar. Volgende vraag. Een vraag van Gewoon Gameplay. Wat is de slechtste game die je ooit hebt gespeeld? Ik denk dat ik dan toch weer terugkom naar Shadow of the Colossus. Misschien komt het ook gewoon dat ik teleurgesteld ben. Want het is misschien niet de slechtste, maar het is wel de meest teleurstellende game. Waardoor het gewoon een hele... als de slechtste game aanvoelt. Het is de slechtste game die ik ooit heb gespeeld... waarbij ik niet hoopte dat het een slechte game is. Misschien is dat de beste antwoord die ik je kan geven. En de volgende vraag van Rafik Benadou. Zijn vraag is wat mijn favoriete superhero film is. Er zijn echt heel veel superheldenfilms de laatste tijd. Door de Marvel Cinematic Universe.
DC heeft er ook een paar gemaakt, maar daarvoor zijn ook alweer heel veel gemaakt. Maar mijn favoriete superheldenfilm is niet een Marvel of DC superheldenfilm. Het is met de naam Chronicles. Dat is een found footage film. Je weet wel, dezelfde trend als Paranormal Activity. Dat is een of andere monster. Ook zo'n monsterfilm. Fuck, hoe heet die monsterfilm ook alweer? Nou, ik weet niet meer. In ieder geval, het is zo'n found footage film. En dan heet het met gozers die telepathie. Telekinesis heeft gekregen. Volgens mij is dat de kracht. In ieder geval, dan hebben ze een superkracht gekregen. En dan heb je daar een beetje zo'n found footage film van. Wat echt een hele interessante film is. Rafik Benadou vraagt ook weer van wat Bruce Wayne of Tony Stark. Ik zou dan toch kiezen voor Tony Stark. Veel meer charisma. Is veel leuk om naar te kijken. Zelfs al is hij niet in de suit. Alhoewel, ik zou niet een hele film van hem willen zien. Zoals in Iron Man 3. Nog een vraag van Rafik Benadou. Wat vond jij van Captain America The Winter Soldier? Nou, ik heb Captain America Winter Soldier gekeken. Ik moest hem kijken voor een animatie die ik moest maken. En ik vond het een hele teleurstellende superheldenfilm. Omdat het geen... het was geen superheldenfilm. Het voelde meer als Captain Born. The Winterborn. Nee, het voelde meer als gewoon zo'n standaard actiefilm. En minder als een superheldenfilm. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Als ik een superheldenfilm wil zien, wil ik echt superkrachten zien. En Captain America... Ja, is nog te dicht bij een gewone mens om... om een superhelder gevoel erbij te krijgen. Nog een vraag. En dit is volgens mij de laatste vraag van Rafik Benadou. En of ik mijn top 6 FPS games wil vertellen. Ik moet je iets zeggen, Rafik. Ik hou niet zo van first person shooter games. Maar als ik een favoriete first person shooter game mocht hebben, dan zou het deze zijn. Het is Dishonored. Het is een first person game waar je in kan shooten. Het is niet het doel om te schieten. Het is meer een sneak. Het is meer een stealth game. Maar dit is mijn meest favoriete first person game waar je in kan shooten. Dus dan zou dat wel mijn favoriete game moeten zijn. En de laatste vraag van deze video is van Game Hunter Neolus. En zijn vraag is: wat voor soort camera ik heb? Nou, ik gebruik een Sony Handycam. En hij vraagt ook of ik hem even kan laten zien. Dus dit is hem. Dit is gewoon mijn camera. Niks bijzonders. Het liefst heb ik eigenlijk een wat betere camera hiervoor, maar dit is eigenlijk een camera die goed genoeg is. Ik kan hem gewoon makkelijk op een statief neerzetten. Het voelt beter aan dan mijn smartphone, dus en daar ben ik al blij mee. Het ziet er ook gewoon beter uit. Het enige nadeel is dat het in .mts opneemt en niet in .mov of .mp4. Maar dat is gewoon een technische nadeel waar ik eigenlijk wel wat aan kan doen. Maar bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En als jullie nog extra vragen hebben, dat jullie ze in de comments beneden neerzet. Natuurlijk zal ik nog voor de volgende Asking Dutchman zal ik nog een andere vragenvideo maken. Maar tot dan. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie later.